Hallo en welkom bij het ABB-webinar Op Weg naar een CO2-neutrale toekomst. Waar we het vandaag gaan hebben over de concrete oplossingen die bijdragen aan die duurzaamheidsopgave. Aan die missie voor een CO2-neutrale toekomst. En dat doen we vandaag in vier delen. We gaan dadelijk eerst kijken naar hoe kunnen we dat nou faciliteren. Dan gaan we kijken uh, naar de oplossingen die daaraan bijdragen. Natuurlijk hebben we nog een praktijkvoorbeeld voor u. En we kijken nog even naar wat als u nu zelf aan de slag wilt met een project en de producten. Dus een volle agenda vandaag. En dat doen we vandaag samen met Keesjan het Mannetje. Fijn dat je er bent, Keesjan. Je bent van Business Development bij ABB Electrification. Ja, dankjewel. Yes. En naast jou staat Previs Ramkisoen. Je bent Key Account Manager bij ABB Buildings. Ja, dankjewel, Arlene. Zeker klopt. Fijn dat klopt. je er bent vandaag. Dankjewel. En natuurlijk hebben we, zoals altijd, voor u twee moderatoren beschikbaar achter de schermen. die alle chatvragen voor u doorzetten hier naar de studio, zodat we daar verder op in kunnen gaan. Dus stel vooral uw vragen als u die heeft. En we hebben de mogelijkheid om meer informatie op te vragen. Dus af en toe als wij het over bepaalde producten hebben, dan verschijnt er een klikbutton in beeld. En dan kunt u daar gebruik van maken om naderhand meer informatie te ontvangen als u daar op ja heeft geklikt of stuur mij meer informatie. Dus op die manier hopen we u zoveel mogelijk op uw behoefte te voorzien. Uh, en misschien is het goed om dan te beginnen bij de duurzaamheidsopgave van ABB. Want jullie hebben fantastische plannen. Dus Kees Jan, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe ziet dat eruit? Jazeker. Um, ja, als je kijkt natuurlijk naar uh, duurzaamheid, uh, CO2-neutrale toekomst, dan hebben we daar ambities vanuit de Europese Unie. Uh, alle afspraken die er zijn rondom het klimaat, waarbij natuurlijk in 2030 een uh, CO2-reductie van 55% gerealiseerd moet worden. Uh, wij zelf als ABB hebben gezegd: van oké, okay, dat is mooi, is goed, is noodzakelijk. Maar uh, in onze, al onze productielocaties willen we, hebben we de ambitie uitgesproken om. Ons CO2, om CO2-neutraal te zijn in uh, 2030. Dus ja, daar uh, hebben we gekeken. In 2020 zijn de primaire doelstellingen vastgesteld... rondom het uitstoot van onze, uh, ja, ons, ons CO2, onze footprint daarvan. Uh, dat moet dan naar een, een neutrale activiteiten toe. Uh, daarnaast hebben we ook echt gekeken van... oké, okay, hoe kunnen we ook inzoomen en uh, beter omgaan met grondstoffen... en tekorten die er zijn. Dus ook daar doelstelling op vastgelegd om te gaan kijken ja, hoe kunnen we veel meer naar circulaire producten, gerecyclede materialen. Uh, maar daarnaast ook echt die, die, die duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, uh, maar ook zeker de omgeving om ons heen. Klinkt goed, dus zelfs dat stuk sociale duurzaamheid, een grote ambitie, CO2 neutraal is natuurlijk een fantastische opgave. Maar volgens mij hebben jullie ook uh, bedacht dat je daar juist die kennis in wil delen, toch? Hoe ga je dat uh, voorzien? Ja, dat klopt. Ja, wat je uh, daarin ziet is natuurlijk van ja, je ziet trends en ontwikkelingen. Uh, die informatie, die kennis willen we delen. En uh, daar willen we ook ja, steeds meer op, op doorgaan. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, ja, trends en ontwikkelingen die je ziet in de gebouwde omgeving, maar ook in fabrieken... Uh, dan hebben we nu gewoon een probleem met netcongestie, met, uh, met, met aansluittekorten op het elektriciteitsnet. Uh, we zien dat in 2023 kantoorgebouwen naar label C toe moeten. 50% moet eigenlijk die stap nog maken, terwijl in 2030 al de label-A-verplichting eraan komt. Mm -hmm. We zien dat natuurlijk de enorme stijging van onze energiekosten daar zijn. Dat mensen echt gedwongen worden om, om stappen te nemen, om, om ja, op je kosten te letten. En ja, 40% van onze gebouwen in Europa die zijn gewoon ouder dan 60 jaar en zijn dus ook echt heel erg energie-inefficiënt. Uh, daarnaast zien we dat er een steeds grotere trend is uh, richting bewustwording, van ja, hoe gaat onze footprint, hoe is onze CO2 footprint als organisatie? Uh, hoe worden daar KPI's en doelstellingen aan uh, vastgelegd en hoe worden die dan ook echt gerapporteerd? Uh, dus ja, echt die urgentie om uiteindelijk te transformeren naar die CO2 neutrale bedrijfsvoering wordt gewoon steeds groter. Uh, en ja, binnen ABB is dat gewoon ook een, 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 ja, een, een belangrijk thema. Uh, en helpen wij onze klanten en uh, de andere partners in, in de keten om uiteindelijk naar een, die veilige, slimme en duurzame elektrificatie toe te gaan. Uh, waarbij uiteindelijk onze missie is om in al ons doen en laten in onze handelingen CO2-neutraal te zijn. Ja, dat is inderdaad door middel van het begint met kennis delen. Niet zozeer alleen intern, maar ook juist extern. Om te kijken van ja oké, okay, wat hebben we dan, uh, wat kunnen we daaraan doen? Uh, hoe kunnen we die, uh, die zaken dan ook daarin uh, doorvoeren? Om uiteindelijk ook ja, energiebesparing en dus die kostenbesparing te realiseren. Uh, we hebben zelf ook ons kantoorgebouw van label C naar label A geüpgrade. Uh, en ja, we zijn nu hard op weg om uiteindelijk in onze productielocatie in Ede... ...naar een CO2-neutrale uitstoot te gaan in onze zaken en in onze doen. En ja, dat uh, is misschien gelijk een mooi bruggetje om te kijken van... ...ja, hoe zit dat dan in elkaar en wat hebben we daar als ABB dan... Uh, ...daar hebben we een mooie video, een filmpje over gemaakt. Laten we even kijken. Ja. Er is maar één planeet in het universum waar leven op mogelijk is... Onze geboorteplaats, de aarde. Gedreven door de zon ontstond een wereld van spectaculaire schoonheden. Vol energie en mogelijkheden. Met ideale omstandigheden voor leven op aarde. Mogelijkheden die we benutten om ons verder te ontwikkelen. Met een steeds grotere vraag naar energie. Met onze technologie van vandaag hebben we de kans om de natuurlijke energie van de aarde met al haar krachten te gebruiken. Vanaf de eerste stralen van de zon tot de elementaire kracht van de wind en de kracht van water. Een grenzeloze bron van energie. Schoon en duurzaam. Dit is het moment om iets te veranderen. Ben jij er klaar voor? Ja, een prachtige, toch wel bijna epische missie zoals we hem vandaag presenteren. Keesjan, volgens mij is de conclusie wel dat de ABB daar zeker klaar voor is. Ja, absoluut. En uh, dan gaan we nu natuurlijk kijken naar hoe zich dat vertaalt. Previs, wat komt zeker. er allemaal bij kijken? Ja, uh, we hebben uh, een aantal oplossingen die wij uh, presenteren. Uh, die zeker een bijdrage leveren aan dat epische verhaal wat, je, wat we net gezien hebben. Um, zo hebben we de ABB Fusion Air. Dat is een uh, 4-in-1 sensor, een slimme 4-in-1 sensor. Um, ja, die echt de intelligentie binnen een gebouw mogelijk maakt als het aankomt op temperatuurregeling. Um, nou, wat je eigenlijk krijgt, is dat je je HVAC kan gaan sturen, je zonwering kan gaan sturen, uh, verwarming en koeling uh, kan gaan aansturen. En ja, op op die manier kun je weer tot een energiebesparing komen. Op het moment dat je met dat soort slimme sensoren, meet is weten, data onttrekt. en op die data weer if this and that kan gaan toepassen. Ja, dan heb je dus weer ja, veel meer grip op ja, wat er gebeurt binnen het pand. En aan de andere kant, grip is natuurlijk belangrijk. maar ook de comfort en, 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 en de luchtkwaliteit binnen het pand. Ja, die, is, die is natuurlijk ja, voor de gebruiker zelf van enorm belang. Wat we onder andere ook lieten zien in het kader van die duurzaamheid is de MoVion. De ABB nieuwe noodverlichtingsarmatuur, nieuwe lijn. En de MoVion, dat is een, een flexibele, modulaire uh, een armatuur. Die zowel als wandmontage als plafondmontage gebruikt kan worden. En um, ja, wat je eigenlijk krijgt met dit armatuur, het is een hybride al-in-een uh, oplossing. Waarbij je de vlugwegrouteaanduiding aanduiding en de vlugwegrouteverlichting in één kan combineren. En zo kun je dus binnen een project... Waar je met minder armaturen genoegen moet nemen, kun je nog steeds dezelfde veiligheid creëren. En ook weer daar, met minder materiaal, ja, maak je dan toch weer een duurzame oplossing. Um, wat ook besproken is, nou, voordat we verder gaan, kijk er even overheen. We hebben een hele mooie video uh, gemaakt. Um, nou, laten we daar even naar gaan kijken. Ja, um, waar we ook uh, aandacht aan hebben besteed... is eigenlijk een uh, ja, soortgelijke oplossing als de ABB Fusion Air. Uh, dat is de Boost Tenton. Uh, de Boost Tenton dat is uh, ook een multifunctionele ruimteregeling. Reg um, met die Boost Tenton kun je ook weer uh, ja, in, in ruimtes... Uh, de verwarming, ventilatie, airconditioning... en dat soort toepassingen die kun je aansturen. Um, vanaf Q2 um, kan die ook geïntegreerd worden in het Boost Free at Home. En ja, ook hier weer... Uh, ja, doordat je dus slimmer omgaat met dat wat er gebeurt binnen het pand. Hè, met, al die, met al die metingen uh, kun je weer energie besparen en zorgen voor een gezonder binnenklimaat. Uh, daarnaast hebben we de Bluetooth smartschakelaar uh, gepresenteerd. Uh, nou, draadloos schakelen op basis van kinetische energie. Uh, ook hier weer: je hebt in de installatie heb je minder uh, materialen nodig. Je kan deze. Uh, uh, ja, dit, dit product kun je dus overal op een muur plakken en um, ja, doordat je weer minder materialen verbruikt, ja, heb je weer een duurzamere installatie. Um, ook onze duurzame schakelserie hebben we laten zien. Deze is cradle-to-cradle uh, gecertificeerd. Nou, daar zijn we super trots op. Um, nou, als je kijkt naar uh, in welke vormen kunnen we dat aanbieden. We hebben drie lijnen waarin dat uh, aangeboden kan worden. Uh, dus hij past op ieders behoeften en, en wensen. Uh, nou, ook weer hier, doordat je er zoveel keuze hebt, nou, en hij is cradle-to-cradle gecertificeerd, kun je dus weer duurzame keuzes maken op het moment dat je zegt, nou, ook de schakelmateriaal moet daaraan voldoen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over uh, verschillende soorten materialen of de aansluitingen, de connecties. Hoe werkt het dan? Waar zit de duurzaamheid dan in? in vooral in de materialen zeker. Ja, uh, zeker in die materiaalkeuze. Daar zit uh, de duurzaamheid in. Oké. Okay. En zeker als mensen daar nog meer informatie over willen... dan sturen we die zeker graag naar de mensen toe. Ja. Um, ja, dit is denk ik een hot topic. De ABB Terra AC Wallbox. Een slimme lader. Super compact. Kan dus in heel veel uh, situaties, kun je hiermee uit de voeten. Hij staat naast je. Dus... Uh, ja, hij staat hier naast me inderdaad. En um, ja, ook weer hier met de Terra AC. Uh, ja, het wordt steeds belangrijker om natuurlijk uh, in de woningen uh, EV charging uh, te passen. Het, de toename van elektrische auto's is uh, alleen maar stijgende. Mm -hmm. uh, nou, met, met de slimme lader kun je ook weer voorbeduren op het load management... En uh, ja, zo uiteindelijk zorgen dat ook weer je woning een stukje duurzaam is, een stukje veilig. En uh, ja, zeker in, uh, ook nog eenvoudig te bedienen, want dat, dat is ook belangrijk. Het bediengemak voor de, voor de gebruiker is, is ja, super uh, toegankelijk. Ja, en laten we daar even van kijken, want daar hebben we natuurlijk ook een demonstratievideo van. En duidelijke instructie zo even. Ja. Welke producten zijn er nog meer? Ja, het zijn we hebben er heel veel mooie producten laten zien. Uh -huh. Dus uh, we zijn, we, zijn uh, we hebben het ook gehad over euh, wat we ook toegelicht hebben. zijn onze lasdozen en kabeldozen eigenlijk een heel uh, commodity good, zoals we dat noemen. Alleen uh, ja, we hebben daar gewoon ook weer gerecyclede ge 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 materialen gebruikt. Dus gerecycled kunststof en uh, ja, je ziet steeds meer dat het in projecten gewoon heel belangrijk is dat ja, bijna alle componenten die gebruikt worden, ja, dat die dus op een duurzame manier of gerecycled materiaal circulair zijn. En daar proberen we met uh, ja, deze producten ook weer op in te spelen. Um, nou, de slimme groepenkast. Hè. We hebben het net gehad over de, 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 de Terra AC wallbox. Nou, ook om dit soort dingen... Te, te sturen en, en, en om te zorgen dat alles goed op elkaar afgestemd wordt binnen een woning. Waar zonnepanelen worden toegepast. Waar uh, ja, je je laadpaal hebt, maar waar je ook warmtepompen hebt. Ja, hebben we ook binnen onze um, groepenkasten daar natuurlijk uh, aanpassingen op moeten maken? En, en daar hebben we hele mooie producten voor ontwikkeld, componenten. Um, hier geven we ook trainingen voor. Dus uh, zeker voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn, schrijf je echt in op de trainingen. Want daar leggen we, gaan we veel meer de diepte in. Ja, en kunnen we uh, ja, thema's belichten zoals loadmanagement, energiemonitoring en ja, hoe je weer omgaat met die energiestroom binnen, binnen een woning. Um, ook hier weer de materialen die gebruikt worden zijn van gerecycled kunststof. Dus uh, als je kijkt naar de behuizing, dan is dat uh, ja, ook weer uh, precies in die ambitie die we hebben om, om zoveel mogelijk uh, ja, gerecycled materiaal te gebruiken. Ja. Um, nou, dan hebben we daar ook nog voor, zeker voor grote gebouwen, utiliteitsprojecten hebben we de ABB Ability Energy and Asset Management uh, mm -hmm. laten zien. Uh, daar konden mensen kijken van hoe ziet zo'n dashboard eruit. Uh, uiteindelijk is het een cloud oplossing waarbij um, ja, je energie monitoring, uh, uh, is weten zeggen we. Dus waar al die metingen bij elkaar komen en waar je met data weer kan gaan sturen op um, ja, de, de, de installatie. Um, nou, wat het resultaat daarvan is, zijn natuurlijk besparingen die gerealiseerd kunnen worden. Op het moment dat er waarden zijn die uh, nou, niet normaal zijn hè, of die afwijken van het normale, uh, ja, kun je dus heel snel met je ABB-ability dat inzichtelijk krijgen. En daar kun je dan weer op acteren. Nou, dat levert besparingen op tot wel 20% op de energiekosten. Um, en, en uiteindelijk, hè, als je je, je, je je kosten kunt verlagen, heb je weer ruimte om uh, te investeren in, in nieuwe oplossingen. Dus dat is de ABB Ability and, uh, asset and Energy, en dan energy we and Asset Manager. En daar hebben ook energy. een, een demonstratievideo ja, van. Dus laten we even kijken. Slimme gebouwen vragen om intelligent beheer van energie en assets. De oplossing ABB Ability Energy and Asset Manager. Van verschillende meetpunten naar één totaaloverzicht. ABB Ability Energy and Asset Manager verzamelt data van alle sensoren en presenteert data in overzichtelijke dashboards die je zelf kunt samenstellen. Zo bekijk je de prestaties van groepen tot zelfs op assetniveau. De veilige koppeling naar de Microsoft Azure Cloud levert een intelligente oplossing voor real-time monitoring, analyse en optimalisatie. Het voorspelt onderhoud voor cruciale assets. Je kunt zelf alerts instellen en de detectie van fouten zorgt voor continue optimalisatie. Het dashboard geeft direct inzicht in de ruimte binnen je contractwaarde. Zo zie je direct of je bijvoorbeeld je contract kunt verlagen, de installatie van laadpalen binnen je huidige contract past of je kunt maatregelen nemen als blijkt dat je te veel verbruikt. Het dashboard geeft inzicht in de opgewekte energie van je zonnepanelen. Door te monitoren hoeveel er per dag, per maand of per jaar wordt opgewekt, kun je onder andere bepalen wanneer je de opgewekte energie zo efficiënt mogelijk inzet voor eigen gebruik. Ook kun je de investering ten opzichte van de terugverdientijd bekijken en uiteraard de betrouwbaarheid en het rendement van de panelen in de gaten houden. Het dashboard geeft je duidelijk inzicht in het vermogen van je laadpalen. Zo kun je bepalen op welke momenten er geladen wordt, hoeveel vermogen er wordt afgenomen. En of er ook sprake is van vermogensverlies bij het laden. Zo kun je bepalen wanneer je andere installaties aan- of uitzet om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de vermogensvraag en contractwaarde. Ook geeft deze software je op afstand inzicht in welke meetapparatuur er in de installatie zit: het typenummer, de softwareversie en monitort het de actuele status van de apparatuur. ABB Ability Energy and Asset Manager zorgt voor intelligent beheer van een slim gebouw. Nou, een heel compleet pakket aan mogelijkheden, aan oplossingen, aan producten die bij kunnen dragen natuurlijk aan de missie van ABB en hopelijk ook aan uw missie thuis. En dat komt natuurlijk allemaal weer samen in die asset manager die we op het einde zagen. Dus uh, het ziet er goed uit. Dank je wel, Previs, ja. voor het delen met ons. Dank je wel. Uh, Kees Jan, we hadden het natuurlijk in het begin even over dat we ook een praktijkvoorbeeld hadden. Want fantastisch al die producten, maar jullie hebben het ook natuurlijk nog samengebracht. Ja, dat klopt. Ik wil uh, jullie graag eigenlijk meenemen in onze Mission to Zero, maar dan voor de locatie Ede. Hè, mm -hmm. Want aan het begin hebben we de Mission to Zero laten zien wat wij als ABB willen in onze CO2-neutrale activiteiten voor onze productiefaciliteiten. Uh, we hebben in Nederland in Ede natuurlijk ook onze eigen fabriek staan. Uh, en dat is een van de drie fabrieken die in de eerste ronde in het Mission to Zero-programma heeft uh, meegedaan. Mm -hmm. Dus ja, ik wil eigenlijk iedereen graag meenemen om te kijken van ja, hoe hebben we dat in uh, Ede gedaan, in ons Mission to Zero? En uh, ook daarin starten we eerst met een video. Yes. Klimaatverandering is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Daarom zijn wij volop bezig met ABB's Mission to Zero. Een eigen programma waarmee wij toewerken naar volledig emissievrije locaties. In Ede ontwikkelen en produceren we een range aan ABB producten, zoals installatiedozen en groepenkasten. Deze producten bestaan voornamelijk uit kunststof. Wij werken op een verantwoorde manier en maken verantwoorde producten, zoals onze duurzame kabel- en lasdozen gemaakt uit gerecycled kunststof. In onze fabriek beschikken we over de modernste productietechnieken. Robots, zelfrijdende heftrucks, zelfs augmented reality zetten wij in om productie en onderhoud zo duurzaam en energie-efficiënt mogelijk te maken. ABB Ede is energiezuinig en CO2 neutraal, met 100% elektrische energie uit hernieuwbare bronnen en CO2 compensatie voor aardgas. Op het dak liggen 1250 zonnepanelen, goed voor 15% van ons energieverbruik. Ons voornemen is om het aantal zonnepanelen in de nabije toekomst fors uit te breiden. Uiteraard is de installatie voorzien van de laatste technologie van ABB. Zoals het gebouwbeheersysteem Cylon, gecombineerd met de nieuwste KNX-oplossingen. De geconnecteerde nieuwe noodverlichting van Van Lien, En onze ABB Ability Energy and Asset Manager. Door middel van data krijgen we inzicht in onze energiehuishouding. En door meer data te combineren zijn we nog beter in staat te optimaliseren. Ook aan energieverantwoord reizen is gedacht. Het parkeerterrein bevat 10 laadpalen voor medewerkers en bezoekers, waaronder één snellader. En op onze Mission to Zero staan nog meer initiatieven, zoals warmte -koude opslag, inzet van restwarmte en het nieuwe Slimme Building Operations System, BOS. Dat we ook in de markt zullen introduceren. Wij zijn CO2-neutraal. Nu nog gedeeltelijk via compensatie, maar wij zijn hard op weg om het geheel op eigen kracht te bereiken. Wij creëren oplossingen voor onze duurzame wereld van morgen. En we verspreiden onze boodschap graag om anderen te inspireren voor Mission to Zero. Doe ook mee! Nou, een breed pakket zagen we al voorbij komen, maar Kees Jan, misschien fijn om nog wat dingen toe te lichten. Uh, waarom zijn jullie met deze onderdelen begonnen? Ja, omdat je puur gaat kijken van um, ja, uh, als lerende organisatie waar we naartoe wilden, om die kennis te delen, zijn we eigenlijk begonnen met kleine stapjes. Uh, dat hebben we steeds verder uitgebreid. Uh, om uiteindelijk ja, te gaan kijken van wat zijn nou de oplossingen om de stappen te zetten. Uh, en hoe kunnen we dat ook weer gebruiken, natuurlijk uiteindelijk om onze klanten te helpen om die stappen te maken. Het ziet er goed uit. Ja, want je hebt ook een schema, inderdaad, wat nu in beeld komt. Met alle onderdelen nog even naast elkaar. Ja, als je gaat kijken, bijvoorbeeld, naar onze fabriek en ons kantoorgebouw in Ede, inderdaad. Dan zien we een aansluiting op het elektriciteitsnet. We zien daarin hoe het pand eigenlijk is opgebouwd met onze zonnepanelen waar die liggen. Op, onze, op het magazijn, het deel van het magazijn. We zien een. Energiemanagement systeem uh, wat geïmplementeerd is, uh, wat, wat uiteindelijk ja, de data van onze machines uh, meet, het energieverbruik. Uh, we zien onze laadpalen die voor het kantoorpand staan. Uh, we zien natuurlijk onze ja, toekomstige warmte-koude opslaglocatie die al voorzien is, waar die gaat komen. We hebben een HVAC voor onze fabriek uh, in combinatie met een building management systeem en HVAC systeem in ons kantoorpand. En uiteindelijk, ja, er zit ook allemaal, allemaal verlichting in. Uh, dus ja, dat, dat klopt. Dat is inderdaad uh, zoals het schema, zoals de fabriek is opgebouwd en waar al deze aspecten uh, ja, in terugkomen. En wat heeft dat dan tot nu toe opgeleverd? Misschien dat daar al iets van te delen is. Ja, ik zal jullie dan uh, nu meenemen eigenlijk in het, uh, in het verdere verhaal van Mission to Zero, uh, waarbij we eigenlijk begonnen zijn in, als startpunt in 2021, hebben we gekeken van oké, okay, uh, wat zijn onze uitgangspunten, wat is ons verbruik? We uh, hebben een uh, elektriciteitsverbruik van 3 miljoen kilowattuur in 2021 gehad en een uh, ja, kleine 83.000 kuub aan gas verbruikt waarbij het energielabel van het kantoor in 2021 al label A was met een aantal verbouwingen uh, en een aantal zaken die doorgevoerd zijn. Alleen zien we dat de productiehallen een uh, energielabel van G hebben. Als je dat vertaalt eigenlijk naar uh, de CO2 uitstoot, dan zie je dat in elektriciteit dat uh, 690 ton CO2 uitstoot is als je die 3 miljoen uh, kilowattuur daarin aankoppelt en het gasverbruik van 83, bijna 83.000 kubusgas. Uh, resulteert uiteindelijk in een CO2-uitstoot van uh, 155 ton. Ja, we hebben daar gekeken van: oké, okay, de ambities van ABB, hoe vertalen we die naar actie uh, voor ABB? Uh, onze plant manager in Ede, Ali Elabassi, die heeft gezegd van ja, ik wil als eerste beginnen met echt uh, het zijn van een lerende organisatie. Openheid en transparantie, informatie, kennis met elkaar delen uh, onderling. Met, met, met de medewerkers, maar ook echt met de omgeving daarbuiten. Uh, daarnaast wil ik dat de mee, mensen echt meegenomen worden. Dus niet dat het iets is van ABB ja, van bovenaf en we moeten dit gaan doen. We moeten verduurzamen. Maar juist echt de mensen meenemen. Uh, om in al die afdelingen ook met elkaar samen te werken, maar ook medewerkers echt stimuleren om privé ook mee te doen. En daarnaast hebben we uiteraard gekeken van ja, duurzaamheid en innovatie. Uh, wat is er nodig in energieopwekking en besparing? Uh, welke technologische innovaties moeten we uh, daarin inzetten? Hebben we zelf in ons productportfolio, maar moeten we ook van uh, andere partijen afnemen? En een stukje ja, sociale innovatie, hoe kunnen we daar uh, uiteindelijk met elkaar ja, iets moois gaan doen? Nou, de maatregelen in hoofdlijnen die eigenlijk genomen zijn, is eerst gekeken van okay, het monitoren van ons energieverbruik. Uh, gekeken van ja, wat, wat heeft dat gedaan hè, om uiteindelijk aan die 3 miljoen kilowattuur te komen. En uh, met slimme technologieën hebben we eigenlijk de oude Inefficiënte installaties uh, zoveel mogelijk ja, verduurzaamd. Uh, en hè, wat we in het begin ook zagen: verantwoord omgaan met grondstoffen, het hergebruik van uh, materialen, van afval. Hoe kunnen we daar op een, uh, ja, op een goede en een verantwoorde manier mee omgaan? Mag ik daar iets over vragen? Want het hergebruik natuurlijk van die materialen en die grondstoffen, daar heb je ook weer andere partijen voor nodig die bijdragen aan je missie. Zijn jullie gewoon op zoek gegaan naar partners die jullie daarin konden ondersteunen? Ja, er zijn veel producten, veel producten van plastic eigenlijk, ja. waarbij de korrels, de grondstoffen. Uh, nou, normaliter niet duurzaam zijn. Uh, en daar is echt gekeken van: oké, okay, welke uh, leveranciers zijn er? Welke grondstoffen kunnen we daarin aankopen die van uh, gerecycled materiaal gemaakt zijn? Uh, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat ja, de producten die we hebben en die we ook net voorbij zagen komen, uh, dat die ook op een, op een duurzame manier ge, geproduceerd zijn. Ja, dus je bent eigenlijk een club om je heen aan het verzamelen die ook bijdragen aan die missie. Ja, en dat zag je ook helemaal aan het begin hè, van uiteindelijk ja, dat plaatje van. Uh, ja, ook onze toeleveranciers in de keten, uh, leverancier, vervoerders. Want ja. dat is de volgende stap straks. Voor jou. Hoe ga je ervoor zorgen dat al die goederen op een duurzame en geëlektrificeerde manier bij ons aankomen, maar ook weer naar onze klanten toe gaan? Mm -hmm. Uiteindelijk heb je dus in die samenwerking uh, die hele keten nodig. Uh, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat in het eindstation uh, de, klant, de eindklant een duurzaam product heeft. die Super. op een duurzame manier geproduceerd is. Maar ook op een duurzame manier uiteindelijk vervoerd is. Ja. Ja. ja, laten we kijken met elkaar. Van, ja, wat hebben we dan um, eigenlijk gerealiseerd de afgelopen tijd? Uh, wat ook al terugkwam: 1250 zonnepanelen zijn er in 2021 uh, geïnstalleerd. Wat 15% van ons energieverbruik uh, uiteindelijk de energiebehoeften afdekt. Het voordeel daarvan is omdat de zon overdag schijnt en eigenlijk de machines gedurende de dag ook schijnen, hebben we ons eigen verbruik gelijk, kunnen we het gelijk als eigen verbruik afnemen in plaats van dat het teruggeleverd moet worden naar het elektriciteitsnet. We hebben ons machinepark omgebouwd van hydrauliek naar elektrificatie. Um, heel veel machines, heel veel uh, apparatuur wat daar staat, dat was hydraulisch. Uh, wat eigenlijk constant een druk op de machines moet houden. Wat dus eigenlijk ook al als je het niet gebruikt hebt en toch die, die luchtdruk uh, opgebouwd moet worden, constant een energieverbruik uh, vraagt. Mm -hmm. uh, dat is omgezet naar. Geëlektrificeerde apparatuur, wat uiteindelijk een, een reductie voor die producten en voor die toepassingen van 75% heeft uh, gerealiseerd. Daarnaast is er echt een focus op, uh, ja, op, op de grondstoffen zelf. Uh, ook uh, als het gaat over uitval en afval van onze eigen producten, uh, de kabel/lasdozen en, en uiteindelijk natuurlijk ook de behuizing van de HAVENormkast, die bestaan uit uh, gerecyclede materialen. Maar we hebben natuurlijk ook in het productieproces wel eens producten die uitvallen of uh, die afgekeurd worden. Uh, daar is ook een proces voor ontwikkeld om uiteindelijk dat stuk van die producten weer te, uh, ja, te, te schrotten, verschrotten naar weer opnieuw korreltjes. Die weer gebruikt kunnen worden in het productieproces. Daarnaast hebben we energiemonitoring uh, geïmplementeerd met uh, ons Ecumatic systeem in 2018, waarbij er eigenlijk een heel simpel uh, monitoringssysteem is geïmplementeerd, wat de opwek van de PV uh, en het verbruik uh, inzichtelijk maakte. En in 2021 is dat systeem uitgebreid en zijn eigenlijk alle 75 machines uh, worden bemeten en worden gemonitord. En misschien wel leuk om daarover te vertellen wat dat dan weer uh, ja, voor bijeffect gehad heeft. Uh, als het dan ook weer gaat over die sociale duurzaamheid mm -hmm. en de medewerkers betrekken. Uh, we hebben die 75 machines, die zijn we gaan monitoren. Uh, toen kwamen we erachter dat het helemaal niet verstandig was in energieverbruik om op vrijdagmiddag de machines uit te zetten en op maandag weer aan te zetten. Want ja, de, de, de piekvermogens die nodig zijn om de machines weer op te starten waren dusdanig hoog dat het goedkoper was om de machines gewoon op zaterdag en zondag aan te laten staan, mm -hmm. ook al werden ze niet gebruikt. Ja, medewerkers, de betrokken medewerkers echt bij, in de fabriek in Ede, ja, die vonden het eigenlijk zonde dat de machines aanstonden, terwijl ze niet, niet gebruikt werden. Dus die zijn uiteindelijk ja, in een discussie terechtgekomen van wat kunnen we eraan doen om die machines toch ook in het weekend dan te gebruiken als ze toch aanstaan. Toen zijn ze eigenlijk begonnen met het... Ja, het automatisch onbemand produceren in de weekenden. Uh, toen kwamen ze er al snel achter van: ja, de machines, de producten worden geproduceerd, die vallen in bakken. En op een gegeven moment, na een x periode, is die bak vol. Ja. Uh, alleen er is niemand in het magazijn om die bak te verplaatsen. Nou, dus daar is echt gekeken van: ja. Uh, hoe gaan we daar dan mee om? Uh, en daardoor zijn die automatische uh, vorkheftrucs uiteindelijk geïnstalleerd, uh, die een signaaltje krijgen als de bak vol is, en uh, halen zelf de bak op en uh, ja, verplaatsen hem en zetten er weer een lege neer. Waardoor nu eigenlijk ja, de weekenden uh, ook nu geproduceerd wordt zonder dat er uh, mensen rondlopen. Uh, dus ja, dat, dat zie je dat dan uiteindelijk iets wat inzicht geeft uh, op het gebied van energieverbruik, mm -hmm. uh, er een aantal keuzes gemaakt worden om het energieverbruik te, te verlagen, te reduceren, ook weer bijdraagt in een hele andere oplossing. Uh, waardoor we ja, daar weer hele mooie ja, oplossingen hebben die medewerkers dan zelf aandragen. Yeah. Uh, ja, daarnaast is ook de inzet van Augmented Reality uh, ja, geïmplementeerd. Uh, want we kwamen er ook achter, ja, de mensen die normaal gesproken, de medewerkers, die, die bakken verplaatsten. Ja, dat werd nu voor een deel gedaan door die uh, elektrische uh, vorkheftrucs. Ja, die mensen kregen ook een hele andere rol binnen de, uh, binnen de locatie. En ja, die zijn veel meer uh, in de rol van operator terechtgekomen. Nou, en uh, wat je dan zag is van... Ja, ook in de, in de weekenden, als er soms wat mensen rondliepen en er waren storingen of er waren vragen. Ja, dan eh, moesten we contact zien te vinden met een operator. En nu door middel van een augmented reality bril, eh, kan uiteindelijk een operator van afstand kan meekijken en kan uiteindelijk ja, instructies geven om eh, de machine opnieuw te starten of, oh, ja, of, of andere zaken. Zo zie je dat eigenlijk ook in het hele sociale gedeelte. De medewerkers eh, ja, die, die normaal in, in de fabriek werkten. Een hele andere rol kregen en ook ja, voor hunzelf veel leuker en ander werk hebben gekregen. En ja, dat, dat zie je ook wel dat echt die sociale, of de, de, de stimulering daarvan en ook de, de, de focus van ABB op de duurzame inzetbaarheid eh, en ook onze medewerkers meenemen, ook gewoon ja, daarin in heel, heel ja, belangrijk is geweest. Het stuk bijscholing wat daar dan ook bij komt kijken. Ja, ja. dus de medewerkers, echt het ontwikkelen van medewerkers en het opleiden daarvan. Ja. Uh, in 2021 zijn we ook begonnen met het elektrificeren van ons eigen uh, wagenpark. Dus op dit moment, uh, ja, zo'n 25-30% van de eigen medewerkers heeft een elektrische auto. Daar is ook de, uh, de, de laadinfrastructuur in Ede op aangepast met uh, uh, snelladen en uh, een aantal uh, ac laders uh, Er is een stukje automatische sturing in het kantoorgebouw is. Uh, Toegevoegd, dus op een andere manier omgaan met, uh, ja, met, met onze verlichting, daglichtsturingen. Uh, uh, dat wordt nog steeds verder uitgebreid met andere zaken ook weer. Daarnaast is er een haalbaarheidsstudie gedaan voor een warmte-koude opslag. Om uiteindelijk de gasinstallatie uh, ja, te kunnen ontmantelen, de afscheid van te kunnen nemen. Uh, die studie is afgerond en er is nu een, um, ja, een, een, een aanvraag ingediend om die warmte-koude opslag ook uiteindelijk te gaan realiseren. Daarnaast is het hele uh, kantoorpand en uh, indien mogelijk ook alle, heel de productiefaciliteit is uh, ja, voorzien en uitgevoerd nu door energiezuinige ledverlichting. Uh, inclusief de noodverlichting, uh, ja, wat gewoon echt besparingen heeft opgeleverd waar we zo ook nog wel even op terugkomen. Uh, ja, dit jaar hebben we een aantal dingen gedaan om uiteindelijk onze CO2-neutraliteit uh, in theorie te bereiken. Uh, dat is dat die 3 miljoen kilowattuur die we uh, verbruiken aan elektriciteit, die kopen we op een groene manier dus CO2-neutraal in. Dus ons energieverbruik, wat we hebben, dat is uh, al CO2-neutraal, uh, eh, wordt dat uh, gerealiseerd. Uh, daarnaast uh, hadden we gehoopt dat we de warmte-koude opslag al hadden gehad. Uh, dat, die is nog in, uh, in ontwikkeling, of de, wat ik zei de aanvraag, de vergunningen zijn daarvoor uh, ingediend. Uh, die hopen we volgend jaar te, uh, te kunnen installeren, waardoor we dan ook uh, daar een stuk elektrificatie nog kunnen doorvoeren. En om de huidige CO2 neutraliteit uh, te bereiken, zijn de aandelen gekocht in een uh, windmolenpark in South Dakota. Uh, waarbij we gezegd hebben, oké okay, die 83.000 uh, kub gas, 155.000 ton CO2 uitstoot. Uh, hoeveel duurzame kilowattuur hebben we daarvoor nodig? Dus dat aandeel is aangekocht in een windmolenpark. En op het moment dat we onze WKO-installatie hebben uh, draaien en we die compensatie niet meer nodig hebben, dan worden die aandelen gewoon weer netjes verkocht. Hier een aantal voorbeelden van ja, wat, het, uh, uh, wat het eigenlijk gedaan heeft. Als we kijken bijvoorbeeld naar de ledverlichting, uh, dan heeft dat gewoon op jaarbasis bijna 85.000 kWh aan energieverbruik uh, ja, gerealiseerd, wat 37 ton CO2 uh, aan emissievermindering uh, betekent. Onze zonnepanelen, 213.000 kWh wekken die op, wat 49 ton CO2 is. Ons building management en ons energiemanagementsysteem. systeem. Het slim omgaan met uh, vraag en aanbod, eigenlijk binnen ons kantoorgebouw en onze productiefaciliteit, heeft een uh, besparing van energie van uh, 130.000 kilowattuur uh, gerealiseerd. Uh, de laadpalen, als we dat terugrekenen, het aantal uh, kilometers die daarin gereden zijn, wat normaal met fossiele brandstoffen, maar nu met elektrische auto's uh, gerealiseerd wordt. Dan is dat ook al een uh, besparing van 106, CO kilo, uh, 106 ton CO2 ton CO2-uitstoot. En uh, ja, de volgende stap in onze WKO-installatie. Ja, dan gaan we uiteindelijk een hele grote stap maken. van 317 ton aan CO2-reductie. Omdat het een slimmer en efficiënter uh, ja, systeem is. Waarbij de fabriek label G is. Uh, maar waardoor we straks de restwarmte die de machines in de fabrieken hebben weer kunnen hergebruiken. En we uiteindelijk veel minder. Elektriciteit nodig hebben voor die, uh, voor die stappen. En uiteraard, we hebben natuurlijk ook heel veel dingen geleerd, wat we al zeiden: van ja, die kennisdeling is heel belangrijk. Uh, openheid, niet alleen naar onze medewerkers, maar ook ja, echt naar buiten toe. Uh, ja, we hebben daarin ook gekeken van ja, wat zijn leerpunten die we ook kunnen delen, die we ook andere organisaties, onze klanten mee kunnen geven in dit soort trajecten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er echt een projectmanager aangesteld moet worden. die verantwoordelijk is voor het totale project. Als je kijkt naar de besparingen die het realiseert. die het gerealiseerd heeft in ons geval. Ja, dan is het toewijzen van een projectmanager. Uh, ja, die verdient zichzelf daarin echt wel terug. Uh, geef ja, ruimte, tools en budget. om ook die uitdagingen te overwinnen. Uh, ook daarin kijk van ja, de stappen die we doen. hoeveel energiebesparing levert dat op? En gebruik die besparing dan nog eventjes. Uh, om, die, ja, om, om die zaken te implementeren om, om dit soort stappen te nemen. In plaats van uh, dat, we, ja, dat je die gelijk als een besparing meeneemt in je bedrijfsvoering. Uh, vanaf de start een management informatiesysteem, waar al die informatie gewoon terug te vinden is, waar iedereen heel duidelijk kan zien. Ja, wat hebben we gedaan, wat heeft het opgeleverd en wat zijn de volgende stappen waar we mee bezig zijn. Het open communiceren, die bottom-up. Uiteindelijk uh, ja, die, die medewerkers die zagen dat in het weekend. Automatisch geproduceerd werd. Die zijn ook echt wel bij, uh, bij de plant manager teruggekomen. Van ja, wat betekent dat voor ons? Want als je ons in het weekend niet nodig hebt, dan heb je ons eigenlijk ook door de week niet nodig. Uh, dus neem die mensen ook mee uh, in dat stuk en bied ze dan ook dat perspectief om uh, zich te ontwikkelen en die opleidingen en die trainingen voor uiteindelijk die operators. Uh, faseringen, dus ga van hoofd naar, uh, hoofdniveau naar mesoniveau en ga uiteindelijk daarna pas echt op, op het allerlaagste niveau uh, kijken wat je, wat je wil gaan meten. Maar zorg er gewoon voor dat je eerst een aantal inzichten krijgt, dan kijken welke inzichten ontbreken nog, voeg die toe en bouw dat stapsgewijs op in plaats van dat je gelijk ergens begint, heel veel data, heel veel informatie krijgt, terwijl je eigenlijk niet weet wat moet ik ermee en uh, ja, waar willen we naartoe gaan. Uh, investeren in samenwerking met de overheid uh, in dit soort gevallen, een warmte-koude opslag is ook gewoon belangrijk geweest. Uh, de provincie Gelderland waar Ede in ligt, ja, daar had geen specialist uh, beschikbaar voor, het, uh, ja, voor een warmte-koude opslag. Dus dat is uiteindelijk richting de provincie Utrecht gegaan waar ze wel iemand beschikbaar hadden. Uh, Zorg ook dat je die connecties en die, uh, die samenwerking hebt met de overheid. En kijk ook echt naar partners die je nodig hebt, want niemand heeft alle kennis, ook wij als ABB niet. We hebben onze producten, maar hoe je die moet installeren, hoe je die moet configureren, daar heb je gewoon andere partijen voor nodig. Dus ja, zorg ook van tevoren dat je in kaart hebt met welke partners gaan we dit doen. Goede afspraken over verantwoordelijkheden en verwachtingen. Wie doet wat is heel duidelijk. En uiteindelijk ja, producten. Uh, die geconnect zijn met het internet... die dus uiteindelijk ja, uh, daarin ook een bepaalde veiliging hebben. Kijk daar ook echt naar de eisen van cybersecurity. Zorg er echt voor dat de producten die je daarin hebt... gewoon echt voldoen aan uh, keuren en, en Europese richtlijnen. Dat je zeker weet dat datgene wat je implementeert... ook op een veilige manier gedaan wordt. Wat ik al zei, uh, we doen het niet alleen. We kunnen het niet alleen. Uh, dit zijn bijvoorbeeld alle partners geweest die... Uh, ja, een rol gespeeld hebben in uiteindelijk de realisatie van onze Mission to Zero in, in Ede. Uh, waarbij we gewoon echt ja, system integrators nodig gehad hebben om al de apparaten aan elkaar te zetten. We gaan kijken welke bedrijven, welke andere panden, welke buren hebben we op zo'n zo bedrijventerrein... waar rekening mee gehouden moet worden als je zaken gaat verplaatsen. Uh, dus ja, echt hier ook van echt met elkaar ervoor zorgen om uiteindelijk die CO2-neutrale uh, wereld te realiseren. En dat is denk ik ook gelijk van ja, een uh, continu proces. Uh, beweging in gang zetten, maar ook zeker vasthouden. Uh, en daarin zullen we ook als ABB uh, gaan beginnen om uh, ja, campagnes te lanceren, zowel intern maar ook echt extern, uh, die gebruikt worden uiteindelijk ja, in, in onze samenwerking. De, de power of together: het samen, de, de krachten van het samenwerken, om die kennis ook verder te delen, om mensen te inspireren. Uh, en in Ede gaan we daarin bijvoorbeeld als stap gaan we kijken, samen met de buur op het bedrijventerrein, de gemeente en de provincie ook uitnodigen, uh, bijeenkomsten organiseren om met elkaar die kennis te delen. En om te kijken van ja, hoe kunnen we dit op een op een uh, andere en nog slimmere manier uh, voortzetten. Christian, wat ik vooral fijn vind om te horen, is dat de doelen die jullie gesteld hebben als ABB ook echt realiseerbaar zijn. Jullie zijn natuurlijk gestart met een soort proef, maar de resultaten die zijn er nu absoluut naar. Uh, ik kan me voorstellen dat dat heel inspirerend werkt voor de mensen thuis. Dus, uh, previes wat als iemand nou hier ook mee aan de slag wil? Ja, um, voor als mensen hiermee aan de slag willen, hebben wij een unieke werkmethode gecreëerd: dat is de abb ACE. En zoals je net al hoorde, als je naar een bepaalde installatie of oplossing wil gaan, brengt dat ook wel bepaalde complexiteit met zich mee. Je hebt altijd technische mensen die een bepaalde andere inzicht hebben van wat heeft de gebouw nou nodig. En met de Ace hebben we eigenlijk gezegd, nou laten we daarin juist zorgen dat je in, die, in dat voortraject niet te veel tijd kwijt bent. Dus laten we nou de juiste mensen bij elkaar brengen, die aan tafel zetten... En dan co-creëren. Nou, dat is de tweede C. De C staat voor co-create. En um, ja, in die co-creatie gaan we samen kijken naar wat de belangrijkste contouren zijn van zo'n project. Um, ja, zodat eigenlijk de opdrachtgever uh, daadwerkelijk, daadwerkelijk zijn wensen vervuld krijgt, zoals hij die voor ogen heeft, dat de installatie daaraan kon voldoen. En dat eigenlijk iedereen die erbij betrokken is, op één lijn zit. En um, nou, in de ruimte die we in Nieuwegein bij ons Experience Center hebben gebouwd, ja, brengen we ook die experience mee. Dus daar laten we ook zien, op maat gemaakt. Nou, oké, okay, dit zijn de belangrijkste contouren. Hebben we daar al business cases in? Hebben we daar al voorbeeld, uh, uh, voorbeelden van in de praktijk? Hè? Hebben we al soortgelijke projecten ingevuld? En um, ja, dat brengt toch weer een, een 360 graden beeld mee van nou, wat kunnen we nou echt daadwerkelijk uh, realistisch maken? En, en ja, welke behoeftes kunnen we hier invullen? Zowel in de, vanuit de techniek als vanuit het gebruik. Ja, voor die e-sessies draag je dus een project aan... Ja. waar je op dat moment mee bezig bent. Plot. En dan ga je daar een middag mee aan de slag. Ja, dus uh, wat ik zeg, uh, in tijde, ja, binnen die werkmethode... gaan we echt met, uh, nou, in een tijdsbestek van vier tot vijf uur. Eh, als het langer is of korter is. Eh, het gaat er uiteindelijk om dat we daar juist heel erg... die um, kaders schetsen waarin uh, de, 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 het project ingevuld zal worden, mm -hmm. technisch. Um, en um, ja, weet je, dus als je een project hebt, kun je je zeker aanmelden en, en gaan we daar onder begeleiding van hè, samenwerking. Want wij doen het ook niet alleen. Hè. We hebben daar alle uh, belangrijkste stakeholders bij nodig. Uh, maar ook uh, wij uh, ja, uh, nodigen externe partijen uit om ook weer onafhankelijk mee te kijken van nou, wordt die behoefte wel op de juiste manier vertaald of niet? Ja, ja. ja. en wat als je nu geen groot project hebt, maar je wil wel aan de slag? Nou, als je kijkt naar wat we allemaal besproken hebben vandaag in, in deze mooie webinar, dan uh, geeft dat al enorme handvaten om die duurzame keuzes te maken. Um, nou, de Ace is een voorbeeld, maar het gebruik van uh, onze uh, simpele uh, commodity goods, zoals ik het even maar moet zeggen, tot aan het slim, uh, slimme ruimteregelingen, die ook standalone uh, toegepast kunnen worden. Ja, dat zijn zeg maar wel oplossingen waarbij je het verschil kunt maken binnen een installatie. Super. Ja, want wilt u nu zelf ook aan de slag, dan kan dat natuurlijk. U heeft ruim de mogelijkheid gehad om allerlei informatie aan te vragen, maar u kunt natuurlijk ook altijd even een kijkje nemen op de website van ABB. Uh, u kunt natuurlijk uh, het webinar terugkijken en doorsturen naar andere mensen die misschien ook wel interesse hierin hebben. En uh, hopelijk gaat u snel met diezelfde duurzaamheidsmissie of met uw eigen missie. Aan de slag, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd en jullie kennis. En het Top. delen vandaag. Uh, u thuis bedankt voor het kijken en we wensen u nog een hele fijne dag.